Hoi, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag een soort van eet-update waarover ik in de vorige video al vertelde. Ik heb namelijk in oktober een update opgenomen waarin ik vertel wat ik heb aangepast, zeg maar, vanaf ongeveer de zomer tot dat moment in mijn voeding. En dat heb ik nooit gedeeld uiteindelijk, dus dat kun je zo meteen gaan zien. Wat ik daar nog wel even graag aan toe wil voegen op voorhand. Het is nu natuurlijk al bijna februari, dus nog even ter aanvulling daarop. Ik ben hier wel mee verder gegaan, maar doe het inmiddels wat minder strikt. Ik eet 's avonds redelijk gewoon mee met het gezin. Ik probeer wat minder vlees te eten en ik eet vooral veel groenten. Maar nou ja, verder probeer ik het redelijk gewoon meer te eten, omdat het ook gewoon vooral veel praktischer is. En omdat het inmiddels wat beter gaat en ik me daar goed bij voel. Wat ik verder nog wel even belangrijk vind, want dat ga je zo in dit stukje niet zo zien, is ik heb natuurlijk wel wat verteld over dat ik ook ben afgevallen. Dat is natuurlijk heel fijn, dat is een mooi bijeffect. Dat is ook best welkom natuurlijk, want ik was na Sa eigenlijk nooit meer afgevallen. Zeg maar, nadat ik van haar bevallen ben, heb ik nooit een afvalpoging gedaan, zeg maar. Dat was dit ook niet. Ik zag het echt als een manier om te kijken hoe ik mijn gezondheid kon verbeteren, zeg maar. En dat vertel ik zo meteen wel wat meer over. Maar dat was dus ook echt de insteek. Dus om te kijken of mijn pijn- en vermoeidheidsklachten wat zouden kunnen verminderen door middel van andere voeding. Want dat zijn vooral de restklachten die ik nog heb naar aanleiding van de Lyme, de gewrichten, de spieren die toch snel opspelen en veel pijn geven. En heel snel tot overbelasting komen. En wou ik graag aangaan om te kijken, wat kan voeding daar nog in doen? En hoe kan ik me daardoor misschien toch ook nog weer beter en anders gaan voelen? Dus dat is een beetje de context. Inmiddels doe ik het wel weer ietsjes minder strikt. Maar dat wil ik wel graag weer oppakken. Ik heb natuurlijk al iets gedeeld over dat ik ziek ben geworden eind december. En begin januari dat ik behoorlijk slecht te pas was. En dat heeft wel weer een beetje rommel gegeven in het voedingspatroon. Maar dat ga ik wel weer oppakken. En ik ben ook bezig met het opnemen van en wat eten we vandaag. Waarin je wel gaat zien wat we dus in de avondmaaltijden eten. Maar denk ik niet helemaal een goed beeld krijg van wat ik nou eigenlijk op een dag eet. Dus dat zal ik zeker ook op een later moment nog een keer weer met je delen. Mocht je dat nou willen zien, zorg dan even dat je abonneert als je nog niet geabonneerd bent. Zet ook even het belletje aan, dan krijg je notificatie als ik weer een video upload. En dan kun je dus nu gaan kijken naar de updates van wat heb ik dus nu de afgelopen maanden anders gedaan in de voeding. En wat heeft me dat tot dan toe gebracht. Dat dus. En daarna komt er naar de toekomst toe wel een keer weer een update over hoe het nu gaat. En misschien een keer een... wat eet ik in een dagvlog of zo? Dat is misschien ook wel leuk om een keertje te doen. Zodat je er misschien nog meer een beeld bij krijgt. Goed, lang genoeg die introductie. Kijk lekker verder. En dan zie ik je heel graag aanstaande zondag met een Vibra-shoplog. Vond ik wel leuk. Ik heb namelijk iets heel leuks van mezelf gekocht. Want bij afvallen hoort ook af en toe een keer wat nieuws qua kleding. En ik heb bij de Vibra wat leuks geshopt. Dus zorg ook dat je die even kijkt binnenkort. Veel kijkplezier! Er is veel veranderd, laat ik het zo zeggen. En er is echt veel veranderd in maat ten opzichte van een jaar geleden natuurlijk. Voordat ik de hele revalidatie ben ingegaan en dergelijke. Want dat is nu bijna een jaar geleden dat ik daarmee gestart ben. Dus sowieso is wat dat betreft heel veel veranderd. Ik ben wat rustiger geworden, denk ik. Ik heb wat meer berusting misschien ook wel. Is dat wel het goede woord gevonden in de situatie zoals die is. Want ik kan het toch niet veranderen, zeg maar. En dat voel ik nu ook echt. Eerder wou ik het vooral heel graag geloven en nu voel ik het ook wel echt. En heb ik echt wel de nodige aanpassingen gedaan in mijn dagelijks leven. Waardoor ik ook af en toe wel weer zo'n vakantie kan hebben dat het gewoon goed gaat. En ja, ik ga elke dag liggen. Maar dat hoort helemaal bij mijn leven. Dat is gewoon helemaal geïntegreerd. Het is gewoon wat het is. Want ik hou het niet vol om de hele dag in de weer te zijn. En om de hele dag in beweging te zijn en tussen mensen te zijn. En dat is wat het is. Oké, dit is al even de zoveelste keer dat ik dit stukje opneem. Ik vind het heel lastig om... ik wil er wel graag wat over delen, maar ik wil ook gewoon een heleboel wel privé houden. En dat is ook eigenlijk een beetje de reden dat ik niet zoveel de camera ermee bijpak. Want een deel van wat ik gemerkt heb aan mezelf is dat ik het heel leuk vind om te delen en te inspireren, zeg maar. En dat doe ik natuurlijk heel erg met de YouTube-video's. Alleen ik heb ook gemerkt dat ik nu meer behoefte heb om bepaalde dingen gewoon voor me te houden. En... misschien niet alles met zo open en eerlijk te delen. Omdat ik ook merk dat het niet altijd misschien goed is van mezelf. Mensen hebben altijd een mening en zo. Weet je, daar heb ik natuurlijk al eens eerder wat over gedeeld. En dat, dat is gewoon zo. Dat maakt mij ook... ik vind dit zo moeilijk.
Weet je, ik val daar niet meer zo over of zo. Dat ik denk, ja, dat is jouw mening en jij hebt eigenlijk geen idee, want je weet helemaal niks van mijn leven. Aan de andere kant denk ik, ja, ik kan de andere mensen ook wel mee helpen om wel het een en ander te delen. Maar nu is het niet het moment, dat is het misschien meer. Wat ik wel heel graag wil vertellen en waar ik ook echt wel heel goed bij voel en waar ik misschien jou als kijker ook nog mee zou kunnen inspireren, is dat ik mijn voeding heb aangepast. En ik ben namelijk in aanraking gekomen via met een boek van Anthony William. En het boek heet Medical Medium. Dat gaat over het genezen van onverklaarbare ziekten. Gaat over het EBV-virus. En over Lyme onder andere, want daardoor ben ik daarmee in aanraking gekomen. Het is echt zo'n dik boek en ik heb hem van de Wiep geleend. Ik heb hem inmiddels weer teruggebracht. Ik zal hem wel even linken hieronder in de beschrijving, dan kun je kijken. Hè. Mocht het je interesseren wat ik vertel, dat je daar zelf ook verder over kunt lezen. Maar ik had zoiets van, ik ga dit proberen. Ik geef dit het voordeel van de twijfel. Of je het echt kunt genezen, weet ik niet. De filosofie op hè, hoe Lyme ontstaat van hem is ook heel anders dan wat de doktoren zeg maar, in Nederland zeggen over Lyme. Hè, met een tekenbeet en dat, zeg maar, het bekende verhaal wat je kent. Dus daar was ik wel wat sceptisch over. Het is een Amerikaanse schrijver, dus het, het is net op een iets andere manier geschreven dan dat het zeg maar, mij heel erg... aantrekt. Alleen ik had wel zoiets van ja, genezen door middel van, daar gaat het dus om, het eten van andere voeding en kruiden toevoegen en bepaalde supplementen. Dat wil ik wat verder van de twijfel geven en dat wil ik wel gaan proberen. Dus daar ben ik half juli mee begonnen. En om een beeld te geven, hè, wat houdt het dan nou in? Eigenlijk is het de bedoeling dat je alleen nog maar rauwe groenten en fruit eet. Dat is eigenlijk de basis. En dan dus aanvult met een aantal kruiden en supplementen. En dus eigenlijk hè, dat je vegan gaat eten. Dus ook geen zuivel, hè, want dat hoort natuurlijk ook niet bij vegan. Maar ook de gluten zeg maar helemaal weglaat. En zo zijn er dan nog een aantal no-foods, zoals dat dan genoemd wordt. Hè, die je dus niet moet eten. Die echt heel, daar met kop en schouders boven uitsteken. Wat gewoon niet goed is voor je lichaam als je wilt resetten en detoxen, zeg maar. Want daar gaat het eigenlijk over. En dat heb ik allemaal tot me genomen en gekeken van, goh, hè, wil ik dit? Ga ik dit proberen? En toen had ik zoiets van, nou, ik ga dat langzaamaan integreren. En dat niet in mijn hardcore doen, doe ik nog steeds niet. Maar het voelt wel goed om een aantal aanpassingen te doen. En hetgeen waar ik nu, zeg, 5 van de 7 dagen in de week ongeveer mee begin, is het maken van celery juice, dus bleekselderijsap. En dat drink ik dan dus elke ochtend. Ik maak het overigens niet elke ochtend vers klaar. Dat is volgens de regels natuurlijk wel de bedoeling. Maar dat red ik helemaal niet. Want het schoonmaken van de bleekselderij, maar ook het schoonmaken van de machine. En dat kost mij allemaal gewoon veel te veel tijd als ik dat allemaal elke dag zou moeten doen. In de ochtendspits, zeg maar. Maar goed, ik gebruik dat dus wel elke ochtend. En dat voelt wel goed. Ik begin ook vaak met citroenwater. En dan ga ik verder met fruit en ook groentesappen. Ik maak met deze slow juicer, waar ik dus de bleekselderijsap hier ook mee maak. Daar maak ik ook andere sappen mee. De kinderen vinden bijvoorbeeld de appelperensap ook heel erg lekker. Dus dat maak ik ook wel vaker. Vind ik zelf trouwens ook heel erg lekker. De wortelsap maak ik wel vaker. Ik heb ook wel eens komkommer gedaan, maar dat vind ik zelf ietsjes minder lekker. Dat eet ik liever gewoon zelf door de salade, gewoon in stukjes, komkommer. Ik maak ook wel vaker wortel-venkelsap. Dat smaakt ook heel lekker en dat staat ook op de... venkel is een van de groenten die heel goed zijn, hè, als je hier last van hebt. En dat staat dus allemaal in dat boek, hè, van welke onverklaarbare ziekte heb je last van. Nou, welke voedingsmiddelen of kruiden zijn dan heel goed om te gebruiken. En zo ben ik dus een beetje aan het experimenteren gegaan om te kijken hè, wat voelt goed. En door anders te eten voel ik me al een heel stuk anders ook. En dat is goed. Veel minder opgeblazen. Buik zeg maar. Ik heb toch het gevoel dat ik door het eten van brood met name vaak een wat meer opgezette buik krijg. Dat mijn darmen meer aan het rommelen zijn. En dat is wel minder geworden. Verder kan ik niet zeggen dat ik echt het gevoel heb dat er al heel veel veranderd is. Ik heb niet veel meer energie gekregen. Of anderszins echt grote veranderingen van mijn gevoel. Maar ik voel me er wel goed bij. En dat vind ik eigenlijk het meest belangrijk.
En ja, ik knutsel gewoon nog een beetje verder met deze andere manier van eten. Dat is dus een van de, nou ja, dingen die veranderd zijn op dit moment in mijn leven. En nou ja, misschien wel leuk om daar een keer een wat eet ik in een dag video nog over te maken als mensen het leuk vinden om te zien. Ja, het is dus niet helemaal conform met de comedian, maar ik heb wel zoiets van, nou ja, ik doe wat goed voelt. En ja, ik ben op de goede weg, denk ik. Dus dat is mooi. Nou, verder is er ook nog echt een heleboel veranderd, maar daarover ga ik dus niet heel veel meer vertellen. Ja, ik kijk wel weer met een wat meer positieve kijk misschien naar mijn leven. Ja, en eigenlijk is het dus gewoon constant zoeken naar een bepaalde balans. Hè? Wat is goed voor mij en goed voor mijn gezin en goed voor de omgeving? Hè? Waar kan ik nog kijken of ik het kan oprekken, dat ik iets meer ga kunnen dan wat het nu is? En daar vraag ik ook af en toe natuurlijk gewoon nog hulp bij. Ja, het is gewoon nog steeds een zoektocht. Dat is wat het is. En ja, dat is eigenlijk wat ik er nu over wil delen. Ik heb ook even de producten nog hieronder in de beschrijving die ik noemde. Mocht je trouwens nog vragen hebben naar aanleiding van iets wat ik hier vertel vandaag, laat het me vooral even weten hieronder in de reacties. Dan kan ik daarop reageren. Of je mag me ook een DM sturen via Instagram natuurlijk. Dan hebben we lekker contact, want dat is wel hetgeen wat ik een beetje gemist heb in de periode dat ik dan geen video's opneem. Denk, oh ja, dan is het contact ook gewoon minder en of gewoon weg. Dus ja, dat vind ik altijd wel heel leuk van het uploaden hier op YouTube. En nou ja, mag je vragen hebben, stel hem gerust. Heel erg bedankt voor het kijken. Zie ik je heel graag in een volgende video opnieuw.